Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, belangrijke verbindingsweg in Kommewijnen hersteld, president Santokki verwelkomt Reunion Gold, president betuigt medeleven bij het heengaan van meester Ewald Ombre en opdracht voor beleid op elektrische auto's reeds gegeven door de president. De Pandit Tilakdariweg in het district Kommewijnen, die lange tijd in een zeer deplorabele staat verkeerde, is in zijn geheel afgerond. De ceremoniële opening werd door president Chandrika Prasad Santokki verricht op 15 maart. Onder de aanwezigen bevonden zich diverse hoogwaardigheidsbekleders en de omwonenden van de Pandit Tilakdariweg. U hoort minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken tijdens dit heugelijk feit. Nou, ik kent het project van de Tilakdariweg. Het was een project dat in 2019 opgestart was. Eigenlijk op dezelfde locatie waar we nu staan, toevallig. Ik was er niet van bewust. Maar toen waren hier een enkele stenen alleen gelegd. En toen ik in 2020 kwam als minister, trad ik een weg aan die niet afgerond is. Eigenlijk was er een start zijn gegeven door de vorige regering en het project lag voor de rest stil. Nou, we hebben toen overwogen, gekeken naar de argumenten waarom deze weg afgerond zou moeten worden. En er zijn veel argumenten. Een van de argumenten was, het is een productiegebied, het is een toegangsweg, het is een weg voor ontsluiting. Het is een weg waarbij waar heel veel voorzieningen zijn, zoals scholen, nutsbedrijven en dergelijke. En al deze zaken, maar vooral het productieaspect van groenten en veeteelt, heeft gemaakt dat we hebben besloten om binnen die crisisperiode van de regering deze weg volledig te laten afronden. De aannemer is het bedrijf APS. En de directievoerder is gedaan door ACE. We hebben dezelfde aannemers gebruikt na een herschikking. En een nieuwe overeenkomst die we hebben gemaakt met het ministerie van OW. Hebben we een nieuwe regeling getroffen om deze weg dan verder af te ronden. En u ziet, vandaag is hij helemaal opgeleverd. In de tijd ook. Ongeveer 2 jaar. De duur was ook geprojecteerd voor 1,5 jaar. En deze weg is in 2,5 jaar opgeleverd geworden. Dat heeft te maken met het feit dat we een herschikking hebben getrokken. Dus de kosten zijn over de tijd herverdeeld, waardoor het iets langer heeft geduurd. Nou, het was een lang verwachte wens van de buurtbewoners van de Pandit Tilakdariweg, maar ook van andere mensen die gebruik maken van deze weg. Want net wat ik zei, deze weg heeft verschillende functies en diensten. Dus ik wens de mensen veel succes en gebruik van deze weg. U hebt gezien, we hebben niet alleen de weg volledig laten bestraten, maar ook aan weerszijden een klein voetpadje laten aanleggen voor de veiligheid. En voor de rest vragen we dat de mensen voorzichtig rijden. Dat is het meest belangrijkste. Dit is een van de projecten die de regering Santokki heeft afgerond in zijn geheel. En we gaan nu aan tafel zitten om te kijken als we nog zo'n weg of een faciliteit voor het district Kommewijnen in orde kunnen maken. Tilakdariweg is er. Laten we niet vergeten de naam van de weg. Pandit Tilakdari. Een zeer vooraanstaande familie Tilakdari. Pandit is er nog steeds. Familie van pandits. En zodra je pandit hoort, moet je direct denken aan de verbinding met schepper. En als je die weg gebruikt, gaat die weg niet alleen een verbindingsweg zien tussen woongebieden, maar zie die weg ook als een verbinding tussen jezelf en de schepper. En dat je veilig rijdt, zorg eruit dat er geen ongelukken ontstaan en je gedraagt als een goede burger en een bijdrage levert aan die verkeersveiligheid hier in Kommewijnen. Ik feliciteer minister met uw team
Gefeliciteerd DC. Met alle bewoners van Kommerwijnen, DNA-leden. Gefeliciteerd met het mooie project. President Santokki heeft op zijn kabinet een bijeenkomst gehad met het Canadese bedrijf Reunion Gold en de Surinaamse counterpart Consolidators, Distributors en Warehousing Europa Suriname, CWDESR. Tijdens deze bijeenkomst op 15 maart vond de formele kennismaking met de partners plaats, waarbij verwachtingen voor toekomstige samenwerkingen werden besproken. Reunion Gold is een Canadees exploratiebedrijf dat zich voornamelijk richt op de exploratie van goud en andere mineralen met activiteiten in landen als Frans-Guyana en Guyana, terwijl CDWESR de lokale counterpart is die optreedt als facilitator. De meeting ging over een investeerder uit het buitenland die met een van onze leden, we zijn de American Chamber of Commerce in Suriname, en een van onze leden heeft dus een partnerschap met een internationale investeerder in de mining sector. En we zijn vandaag dus hier met de president geweest om een officiële kennismaking te hebben met de president, maar ook om hem te informeren over wat er allemaal gaat gebeuren bij dit project. Het plan is dat Reunion nu samen met CDWE een exploratie opzet en gaat exploreren wat voor goud er allemaal is in het gebied. Het houdt in dat ze dus nu gaan exploreren hoe haalbaar het is om in de gebieden die zij hebben geïdentificeerd het goud te vinden en dan commercieel eigenlijk te gaan exploreren. Dan komt er dus een mijn en dat is allemaal wat nu gaat opstarten. Wij zijn de local content partner van Reunion Gold en samen faciliteren we exploratieonderzoek in Suriname. Exploratie is erg belangrijk om te weten wat het minerale potentieel is. En we hebben de ondersteuning gekregen van de regering om grootschalige exploratie te kunnen doen. En exploratie is nodig om uiteindelijk te komen tot economisch kunnen ontginnen van onze natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier. En als local content provider richten we ons op de creatie van duurzame werkgelegenheid in Suriname, maar ook duurzaam ondernemerschap. En deze meetings zijn daar erg belangrijk in, omdat de internationale partners die internationaal geld naar Suriname brengen, de ondersteuning nodig hebben om hun investeerders weer te kunnen confirmeren dat die ondersteuning er is, om de projecten die lopen te kunnen continueren. Daar gaat het voornamelijk om. We are, so just to give you a little bit of background, Reunion is a Canadian exploration company, a junior explorer. We look for gold and other metals. We have our flagship project, which is just next door in Guyana. This is a very large development project that we're hoping to put into construction next year. And then we're obviously now looking at what other exploration opportunities there are in this region. This is a very prolific region for mineral, for gold exploration. And so we're looking forward to developing our projects both in Suriname and elsewhere in the region. You look at Suriname, you've got very good infrastructure already starting to develop access into the interior, and I think that's going to help us be able to operate more efficiently and then obviously leverage off the workforce that's here. And the there's a very good university here for geology and mining, and that gives us the confidence in exploring and hopefully being successful with that. Oud-president van het Hof van Justitie, HVJ, tevens rechter, meester Ewald Stanley Ombre, heeft op 7 maart het tijdige met het eeuwige verwisseld. In verband met het heengaan van deze bijzondere Surinamer heeft het staatshoofd op maandag 18 maart het condoliancenregister op het hoofdkwartier van het HVJ aan het Onafhankelijkheidsplein getekend. Met het overlijden van meester Ombre verliest Suriname een waardevolle en kundige rechtsgeleerde die zich decennia lang keihard heeft ingezet om de rechterlijke macht te versterken.
Op zaterdag 16 maart werd het start zijn van de mini-expo elektrische voertuigen in Assyria High-Rise gegeven, waarbij twee bedrijven, Powerful Nexus en Schoen's Sound & Vision, de Tesla Electric Vehicle en de Pearl River Piano officieel hebben gelanceerd. Al ruim voordat het bekend werd dat elektrische voertuigen in Suriname ingevoerd zouden worden, gaf president Santokki de opdracht aan de minister van Financiën en Planning om beleid te ontwikkelen voor de import van deze voertuigen. Het staatshoofd is van mening dat de import van deze voertuigen incentives moet krijgen en komen deze voertuigen, als het aan hem ligt, volledig invoerrechtenvrij het land binnen. Omdat ik met verschillende ondernemers er eens gesproken had, importeurs, en hun gevraagd om alvast die auto's te importeren. Maar natuurlijk verwachten ze ook een stukje beleid van de regering. En ik had de minister van Financiën gevraagd om beleid te ontwikkelen in het kader van climate change, in het kader van die transition van die fossiele brandstof naar de green energy. En deze voertuigen die zijn een onderdeel van die transitie van het gebruik van fossiele brandstof naar elektrische energie. Het is in ieder geval een type met mix, hybride systeem, dat we zeggen het gebruik gewone brandstof, gasoline en elektrische energie. En één is volledig. Ik heb net gevraagd, en uiteraard moeten we dat door deskundigen goed laten uitrekenen. Want men wil weten namelijk, kijk, als land willen wij namelijk het planeet beschermen. Als regering willen we aarde beschermen. En deze voertuigen moeten dan tegen die achtergrond gezien worden als ze zijn de voertuigen die toekomstgericht zijn. Om ons planeet te beschermen en ons status als carbon-negatief land. De burger wil weten, wat gaat dit me kosten? Ik heb gezien namelijk dat voor wat betreft de aankoopprijs het niet veel verschilt van een normale wagen. Maar voor wat betreft verbruik heb ik gezien, aan de hand van eerste informatie, ik moet dat nog nader gaan uitwerken en door deskundigen laten uitwerken en presenteren, dat de hoeveelheid energie, elektrische energie die men nodig gaat hebben voor 500 kilometer, in relatie tot hoeveelheid brandstof die men nodig zal hebben voor 500 kilometer, dat een enorme besparing gaat zijn voor de gebruiker, de consument. En het gaat niet om besparing van enkele tientjes, het gaat om besparen van enkele honderden SRD die men gaat besparen. Dat is voor welkom. Dames en heren, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.